Hoi, ik ben Giel van Downtown.nl en dit hier is de Liquid Force Virago. Uh, een echt obstakelboord, promodel van niks dat, maar zeker niet alleen voor de meiden. Uh, echt obstakelboord, zeker met obstakel bedoel ik eigenlijk gewoon rails mee. Uh, je kan er zeker ook kikkers mee rijden, uh, maar bijvoorbeeld alleen al de thumbnail noose, zoals Liquid Force noemt, dus eigenlijk deze ronding zonder een hoekje. Is gemaakt met het idee dat als er geen scherp hoek in zit, je hem ook minder makkelijk open kan knallen tegen de zijkant van een rail of ander obstakel. Uh, bij transfers van de ene naar de andere rail, bijvoorbeeld. Misschien niet voor iedere weekborder een punt om op te letten, maar voor anderen niks dat en andere weekborders die veel transfers maken wel. Uh, het is een uh, typisch board dus met 4 d uh, flextrack, Dus je kan hem met een 4D-binding op, maar ook met je. Gewoon een andere merk of Liquid Force 6X bindingen. Past alles erop, maar je kan daar wel wat meer instellen dan met de traditionele inserts. Heeft uiteraard de grindbase, want ik zeg al het is een obstakelboord. Dus de Liquid Force Synthetise grindbase, een harde base harde sidewalls, je ziet ook dikke sidewalls, kan kunnen flink veel klappen hebben. Um, ook in nose en tail blijft hij best wel pittig stijf, of pittig, pittig dik, niet dunner gemaakt voor flex. Uh, de flex zit al in de kern zelf, dus de houten kern heeft wel de flex, maar het bord zelf is echt gemaakt voor durability. Um, niet helemaal vlak, hij heeft eigenlijk een soort van triple... Systeem erin zitten zonder een echte harde, harde edge erin te hebben uh, voor een channel. Dus je kan wel gewoon goed aansnijden. En het is bijna niet te zien, denk ik. Maar zit eigenlijk vanuit het midden 1, 2, 3 etages. En ook de andere kant op, dan uiteraard. Uh, waardoor je wel kan gaan snijden als je wat pittiger insnijdt. Zal je merken dat je hier de eerste channel tje pakt, hier de tweede. Waardoor je echt wel hard kan snijden. Die lopen helemaal door van noost naar til. En dat zorgt er meteen ook voor dat je hem hier in het midden kan gebruiken als een soort trekker op obstakels. zodat je wat minder snel af zal schieten. Wil je een echt obstakelboord met wel lekkere flex, maar ook heel veel stevigheid? Check dan vooral de Liquid Force Virago. Uh, wil je eerst zien hoe iemand erop kan rijden? Check dan het filmpje van Anne Nixstad op de YouTube. Uh, wil je nog meer weten? Check downtown.nl of kom naar de winkel in Den Bosch. Dit is de Liquid Force Virago.